maybe? Ik weer de backsplash, ga gelijk achteruit de dorp erin. Dan komen we uit van Nederland vanavond. Ook leuk. Ook leuk. So, good day everyone, ladies and gentlemen, boys and girls, please welcome aboard Dr. Splash Tours. My name is Gary, I'm your guide, the sailor today. I start first in Dutch, I go back in English, thank you. Schans is nooit een succes geweest, de looping hebben we er ook uitgehaald. We hebben een klacht over, dus we hebben alleen de helling. Rotterdam was always famous as the biggest harbor city of the world. From 2005 we are not the biggest, but still number one of Europe. And we see on the right one of the oldest and cutest harbors of the city. Beneath Veerhaven. Veerhaven means ferry harbor, because he was a ferry to the other side of the river from the 15th century already. And used to be the royal harbor of the city as well. Gemaakt van zink. Zelf verzonnen. So, we are in the shipping quarter now. Shipping quarter is one of the most exclusive neighborhoods of the city. It used to be the trade center of Rotterdam until the end of the 19th century. It was on four with shipping companies before. Dames, kom maar So, is everybody ready for the dive of your life? I have one question more. Would you like a regular splash or a big splash? Klein of grote splash? Big one, okay, then we open the windows here. No problem at all. We will, do man. Here we go. Put your hands in your neck. Thank you. Hoeveel mensen op de wereld hebben de baan die u heeft nu?
Ja, hij zei misschien 10 of zo. Maar ja. Dat, ja? Maar dat maakt niet uit. Geweldig, geweldig. Het is mijn baantje voor mij. Ja? Ja, ja, ik vind het eigenlijk een verhaal kapot. Maar ik zal binnenkort met pensioen en wat ik dit te maken doen. Oh, geweldig, geweldig. Als ik papieren kan houden, dan zal dat het met gebeuren. Geweldig. Bedankt. Rechts ziet u de woontoren Montevideo met een hoogte van 152 meter. Direct daarachter staat het gebouw New Orleans met een hoogte van 160,5 meter. Dit is de hoogste woontoren van Nederland. Daarachter ziet u gelijk het hoogste kantoorgebouw van Nederland, de Maastoren met 94 verdiepingen en een hoogte van 165 meter. Het gebouw met de twee groene torens is het voormalige hoofdkantoor van de Holland-Amerika-lijn. De transatlantische verbinding tot de Holland-Amerika bestond van 1873 tot 1978. Sinds 1993 is het gebouw in gebruik als Hotel New York. Het centrum van Rotterdam. De bijnaam van het gebouw is de aansteker. Wanneer je aan de voorzijde van het gebouw ligt, this is the highest residential tower of the Netherlands. Behind the New Orleans building, you can see the highest office building of the country, the Maas Tower, with 44 floors and a height of 165 meters. Harbor Service, the World Port Center, with a height of 124 meters. On top, the crisis center of Rotterdam is situated. The nickname of this building is the Leider. When you stand in front of the building, you will find out why. John, I want to take a picture of you up there at the front. Sailing, the wheels rest in a neutral position under the amphibious bus. In order to get out of the water, the two jets push the bus against the slope. The captain switches as soon as the rear wheel starts to ground. I hope everybody can help push the bus out the water. Otto spotted it, always spannend. New Way was suspended. Spannend, yeah. This is very spannend, yes. Ik heb goed nieuws, we zijn verder dan gisteren. Yes, we did it. Applause for the captain. That's for the first time of his life. Gisteren nog gezakt voor zijn helmproef en nou doet hij het gewoon. Say goodbye for now. Bye. Bye. Battery is low. We have to stop now. See you next time.